Deze video is vervolg op de vorige video, die ging over de Sovjet-Unie als voorbeeld van een extreem linkse totalitaire staat. En ook net als bij die vorige video geldt dat deze video in principe alleen bedoeld is voor leerlingen die uh, het examen gemengd of theoretisch doen, want daar komt dit ook in terug. Nou ja, en we gaan ook verder met uh, de, de, de opvolger van Lenin, dat is Stalin. Die wordt de nieuwe leider van de Sovjet-Unie als Lenin uh, sterft en een paar jaar later is Stalin dan zijn opvolger. En ja, Lenin die probeert dus die Sovjet-Unie op te bouwen, hè, daar, daar een, een modern land van te maken, een moderne industrie ook op te bouwen, maar dat lukt nog niet echt. Ja, Stalin gaat er dus mee verder en die voert dan al heel snel een zogenaamde plan in. Een economie waarbij de staat bepaalt wat er geproduceerd moet worden. Hè. Dus deze fabriek die moet uh, dit gaan produceren en deze fabriek die moet zoveel van dit gaan produceren. En dat wordt allemaal vastgelegd voor die industrie in zogenaamde vijfjarenplannen. En daarin staat dus voor de komende vijf jaar wat iedere sector, wat iedere fabriek moet produceren. En de overheid bepaalt dus wat er moet gebeuren en aan die normen moet je dan ook voldoen. En ook de landbouw die wordt onder handen genomen, want die wordt gecollectiviseerd. En daar zit het woord collectief in, hè, samen. Dus uh, nou ja, wat we ook al zagen in die theorie van, dat, van Karl Marx, hè, dat, dat die productiemiddelen worden herverdeeld. Nou ja, landbouwgrond en, 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 en vee en dergelijke, dat zijn productiemiddelen in de landbouw. En uh, dat wordt gemeenschappelijk bezit, dat wordt dus ook herverdeeld. Dat is niet meer van jou of van jouw familie, nee, dat is van de hele groep van het collectief. En samen met je hele dorp bijvoorbeeld, ben je dus ook verantwoordelijk voor de productie in de landbouw. En uh, wat, wat dat oplevert, die oogst, die is ook niet meer voor jezelf, die mag je niet zelf houden, maar die is ook voor het collectief. Die moet je afstaan aan de staat. En die staat die geeft jou daar dan weer een deel van. Dus je ziet hier heel duidelijk dat er sprake is van een hele geleide economie. Hè? Die, die, die communistische partij, die bepaalt hoe die economie van de Sovjet-Unie aan elkaar zit. Ja, die Sovjet-Unie is dus een totalitaire staat. En uh, al heel snel uh, komt daar ook, uh, ja, wordt daar het stempel Stalinisme op geplakt. En het Stalinisme, dat is eigenlijk een extreem onderdrukkende vorm van het communisme, onder leiding dus van Jozef Stalin. En uh, ja, dan zien we een aantal kenmerken die we bijvoorbeeld ook al in Hitler-Duitsland zagen. Uh, wat zijn dat? Nou, ja, bijvoorbeeld ook hier indoctrinatie van de bevolking uh, door uh, bepaalde meningen en boodschappen te verbieden, hè, te censureren in de kunst, in de media. Heel veel gebruik van propaganda ook weer. Alles maar om de boodschap bij de Russische bevolking te krijgen dat ze vooral naar Stalin moeten luisteren. En Stalin wordt ook echt gezien als het grote voorbeeld. Hè, de vader van uh, de Sovjet-bevolking, daar dus vinden ze ook weer persoonlijk verheerlijking plaats, net zoals we bij Hitler bijvoorbeeld ook al zagen in Nazi-Duitsland. Nou ja, ook uh, de communisten maken gebruik van terreur, hè, geweld om, om mensen bang te maken. Uh, politieke tegenstanders, die worden vervolgd op allerlei manieren. En uh, er is ook hier een geheime politie die tegenstanders weer opspoort en uitschakelt. Dus hier zie je heel grote overeenkomsten met Nazi-Duitsland. Dus, dus uh, ook hier zie je dus weer... Hoe zo'n totalitaire staat werkt hoe ze de controle over de bevolking willen houden. Maar je houdt er nog niet mee op, er zijn nog meer kenmerken die echt bij dat stalinisme ook passen waar uh, Stalin eigenlijk ook berucht om wordt. En dat zijn bijvoorbeeld de zogenaamde showprocessen en processen de rechtszaak. Nou, en deze zijn eigenlijk voor de show, want daar komen dus politieke tegenstanders die uh, die komen dan voor het gerecht en eigenlijk staat van tevoren de uitslag al vast. Die mensen worden gewoon schuldig bevonden. En uh, ja, die, 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 die worden dus eigenlijk weggehaald. En, en dat, dat gebeurt er heel veel met, met mensen die geen plek hadden of die niet mee wilden werken aan de, de, de punten van de Communistische Partij. Ja, die, die, die worden eigenlijk weggewerkt, hè. die zijn onbetrouwbaar. En zo wordt de Russische bevolking gezuiverd. Ja, waar gaan die mensen dan toe? Die worden bijvoorbeeld gevangen gezet, maar die werden heel vaak ook naar de zogenaamde gulag archipel gestuurd. Dat is een, een, een bijnaam voor een gebied in Siberië waar allerlei strafkampen lagen. En dat waren concentratiekampen waar mensen dus voor straf naartoe worden gestuurd en waarbij ze vaak uh, heel hard moesten werken, hè, waar ze dwangarbeid moesten verrichten. Ja, je ziet in al deze kenmerken dus heel duidelijk dat, dat Stalin en de Communistische Partij de bevolking van de Sovjet-Unie echt in een ijzeren greep hielden. Hè? Op het gebied van de economie, maar ook op het gebied van de politiek en op het gebied van de burgerrechten. Uh, alles werd voor ze bepaald en uh, er was heel weinig individuele vrijheid.